bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer de beauty empties van de afgelopen weken. Ik laat in deze video zien wat voor beautyproducten ik of wij, want mijn dochter en mijn vriend maken dit natuurlijk ook op sommige producten, hebben opgemaakt. Ik vertel wat ik ervan vind of wat wij ervan vinden, of ik het opnieuw zou kopen, etcetera. Alles staat ook in de beschrijving. Mocht ik reviews hebben geschreven, zal ik ook de linkjes hieronder neerzetten, zodat je het op je gemak kan teruglezen. Ik moet zeggen, ik ben wel elke keer verbaasd hoe vol die mand elke keer zit. Maar ja, we gaan nou nogal snel door producten heen. Sommige producten waren al bijna op van de vorige editie en zijn dan deze editie opgegaan. Maar goed, laten we beginnen. De reinigingsdoekjes die op de stapel liggen. Deze zijn van Nivea en deze zijn van Balea. Prima producten. Ik gebruik ze om zwartjes te verwijderen en niet om mijn gezicht te reinigen. Maar zwartjes, als ik een review heb geschreven over een oogschaduwpalet of een lipstick, dan maak ik altijd hier een rij met zwartjes en daarvoor gebruik ik dit. Dan nog een product van Balea. Dit is van de Natural Beauty Line. Dit is een olie scrub. En ik vind deze geweldig. Ik heb volgens mij nog zo'n scrub. Wacht maar. Want dat wilde ik laatst al vertellen. Ik had laatst deze Ritual scrub. Serendipity. Eigenlijk is dit qua product hetzelfde. Een olie scrub. Alleen deze vond ik niet fijn. Deze was heel droog en zo. Het leek net of deze had gelekt in de verpakking. Dus deze vond ik niet fijn en is best wel duur. En deze vind ik wel fijn en is redelijk goedkoop. 2-3 euro. En ik vond dit best wel een dupe eigenlijk. Niet helemaal qua geur, maar wel qua werking. En dan zou ik zeggen, deze van Balea is een aanrader. En die van Rituals, die haal ik niet meer opnieuw. Dan een fles van CeraVe. Dit is de Micellar Cleansing Water met niacinamide. Deze heb ik met Sterre gebruikt. Bij ons gaat de fles best wel snel. Zij gebruikt dat 's ochtends om de gezicht te reinigen. En ik gebruik dat 's ochtends ook wel eens. Of tussendoor om mijn lipstick eraf te halen of wat dan ook. Maar zo'n fles is bij ons best wel snel leeg. Maar we vonden hem allebei prettig. Dus deze ga ik wel weer opnieuw kopen. Volgens mij heb ik zelfs al een bestelling geplaatst bij Look Fantastic om een nieuwe te halen. Ik weet het niet eens meer. Ik heb van de week een paar dingen gekocht. Volgens mij zat daar een fles bij. En anders bestel ik hem binnenkort opnieuw bij Look Fantastic of een Notino. Hier heb ik de Micro Delivery Reserving Solution opgemaakt. Er zit ook een handig pompje op. Deze ga ik zeker weer opnieuw kopen. Ik heb hier ook een uitgebreide review over geschreven. Mocht je denken van waarvoor gebruik je het product, wat is het precies, zet ik de link hieronder neer, zodat je het lekker op je gemak kan lezen. De pot van Maria Nilla, de Ecotherapy Revive Hair Mask. Ik had deze lijn ooit een keer ontvangen. De shampoo conditioners zijn al heel lang op. Dit haarmasker heb ik zelf 1 keer gebruikt. Dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar mijn dochter die gebruikte hem dus wel elke keer. Bijna dagelijks denk ik. Hoef maar 1 of 2 keer in de week. Maar zij gebruikt hem meer als conditioner. Hij is op, dus hij zal wel prima zijn. Eerlijk, ik ga hem niet opnieuw kopen. Want er zijn goedkope haarmaskers die net zo fijn werken. En ik heb nog een hele voorraad staan, dus het is ook niet nodig. En dan een beauty empty die gewoon pijn doet. Dat is namelijk de Gucci mascara. Deze vond ik heel erg fijn. Heel erg mooi resultaat geven. Ook de verpakking heeft zo'n vintage vibe. Gucci, zeg maar, Gucci Beauty. Heeft een beetje dat oud roze in de compact zitten. En ook een beetje dat turquoise en zo. En dit is het oud roze met gouden details. Echt geweldig. Maar deze mascara is oud. Deze heb ik al echt al maanden in gebruik. Hij is ook uitgedroogd. Dit is het borsteltje. Ik vond hem geweldig. Maar hij is best prijzig. En ik heb zoveel mascara's liggen dat ik het nog niet nodig vind om een nieuwe te halen. Maar mocht ik weer een keer bij de Bijenkorf, volgens mij, bij de Bijenkorf gaan bestellen, dan is er grote kans dat ik hem weer opnieuw bestel. Maar dit is meer een luxe product waarvan ik denk, oh leuk. Maar niet een product waarvan ik zeg, elke 3 maanden koop ik weer een nieuwe. Dan vind ik hem net te prijzig voor. Wat hebben we? De Soul Secrets Energy en Balance Shower Foams opgemaakt. Eentje daarvan werkte niet. Ik weet niet welke. Goed, dus de foam kwam er niet heel fijn uit. Jammer, maar dat is, ja, weet je, dat kan gebeuren. Het zijn wel gewoon prima shower foams, ruiken lekker. Het zal ook wel weer vast een keertje bij mijn Kruidvat shoplog te zien zijn. Van het merk Juvena heb ik een dagcreme opgemaakt. Dit is de Superior Miracle Cream. En een flinke pot, dus 75 ml. Heb ik met heel veel liefde gebruikt, echt maandenlang. Maar ook een review over geschreven, zal ik ook wel weer linken. Ik probeer alles, ik val in herhaling. Maar ook het dagcreme voorraadje voor mij is best wel groot. Dus ik ga hem niet opnieuw kopen, maar ik raad hem wel aan. Mocht je het merk willen proberen of het product zelf, is het absoluut een aanrader. Van het merk Soap & Glory heb ik een Fruity Body Scrub opgemaakt. De geur vind ik altijd heel erg lekker. Oh ja, van Soap & Glory. Maar deze scrub is zo minimaal dat hij qua werking, dan heb ik toch liever
die Balea olie scrub. Dit heb ik meer eigenlijk gebruikt als een soort douchegel, want qua scrubben deed hij gewoon niks. Dus voortaan haal ik dan wel gewoon de douchegels van Soap & Glory in die te scrub. Natuurlijk is mijn favoriete stick deodorant van Rexona opgegaan. Heb ik al zo vaak iets over verteld, gaan we niet te lang bij hangen. Dan heb ik een mascara van L'Oreal. Dit is de Lash Paradise. Ik moet zeggen, iedereen, toen die uitkwam was iedereen heel enthousiast. Ik heb hem wat later geprobeerd omdat hij in de L'Oreal X-Wekamp of Wekamp X-L'Oreal Advent Cleaner zat. De eerste keren was het resultaat echt heel erg mooi. Deed hij me een beetje denken aan Too Faced Better Than Mascara. Ik zeg het woord niet, want YouTube vindt dat niet leuk, denk ik. Deze. En qua werking vind ik hem dus wel fijn de eerste keren. Maar ik had laatst een evenement, had ik deze opgedaan en ik zat de hele tijd... lekker schmat. Maar mijn wimpers plakten aan elkaar of aan de huid. Dus het zat de hele tijd net zo'n lijmeffect. Ik had geen wimpers gebruikt of wat dan ook, dus het was ook geen wimperlijm. Maar het kwam echt door deze mascara. En het heeft de hele dag heb ik daar last van gehad. En zat ik ook bij het evenement van... Oké, dit is echt niks. Dus ik ben thuis gekomen en ik heb hem gelijk hier bij de Empties gedropt. En deze mascara ga ik daardoor ook niet opnieuw kopen. Want ik vind het heel vervelend om de hele tijd met dat gevoel te lopen. Vooral bij een evenement. Want ja, daar kun je niet zoveel. Je kan het er niet afhalen, niks. De gel die ik aanraad, dat is namelijk dit Revitalift gezichtsmasker met hyaluronzuur. Heel prettig om te gebruiken, vooral voor de droge huid. Maar ik zal hem dan wel in een aanbieding kopen. Of bijvoorbeeld als je bij de DM bent. Want daar zijn de producten van L'Oreal sowieso een stukje goedkoper. Wat geen aanrader is van Chic Mask is dit W7 Coffee 3D Chic Mask. En dat komt vanwege de textuur. Het leek net, het gezichtsmasker zeg maar, was net een soort oud papierachtig, heel dikkig laagje. Ik weet niet, ik had hem op mijn huid gedaan. En alleen al door het gevoel van dat gezichtsmasker had ik zoiets van, oké, weg, eraf. Niet fijn. De werking was daardoor, niet, kan ik niet beoordelen. Maar het materiaal van het gezichtsmasker vind ik gewoon echt niet prettig. Dus die haal ik niet opnieuw. Ook een parfum opgemaakt van Guerlain de Insolence Eau de Toilette. En deze ruikt heerlijk. Een beetje elegant naar snoepjes. Echt lekker zoet. Misschien dat hij er nog een beetje uitkomt. Ja. Oh, geweldig. Maar ja, heel elegant. Een beetje bloemig, een beetje zoet. Heel mooi. En de flacon vind ik ook heel erg gaaf. Beetje dat ouderwetse vibe, zeg maar. Ik heb hem met veel liefde gebruikt, maar ik ga hem niet opnieuw kopen omdat ik eerst andere parfums nog eens op moet gaan maken. Van Balea, de Buttermilk en Lemon. Dit is trouwens ja, een crème douche. Die haal ik altijd bij de DM. Dit is mijn lievelingsgeur ook van de douchegels. En het ruikt een beetje naar citroengebakjes, naar zo'n toetje. Oh, heerlijk. Ja. Ik moet zeggen, de voorraad van de douchegels gaat er best hard doorheen. En ik hoop dat ik binnenkort nog even bij de DM langs kan gaan. Misschien wel dit weekend. Ik weet niet, ik moet even kijken. En dan haal ik hem ook gelijk weer opnieuw. Van Dolph is er ook een douche opgegaan. De Nourishing Secret Restoring Ritual Body Wash. Was ook gewoon dikke prima. En micellair water van Garnier. De roze, zeg maar, voor de sensitive, voor de gevoelige huid volgens mij. Ja, nee, wel. Geen idee, de roze varianten zijn meerdere. Die vind ik ook heel erg prettig. En sterren ook. Dus deze ga ik opnieuw bestellen en die. En dan kunnen we hopelijk het weer een tijdje ermee vooruit. Favoriet, namelijk de Nivea Deo Beauty Elixir Deo Milk Sensitive. Heb ik volgens mij in alle empties al laten zien. Die gebruiken Ster en ik heel graag. Een pakje nepwimpers van Eyeler. De 3/4 lengte. Ja, weet je, ik ben niet zo van de nepwimpers. Maar de laatste maanden, sinds dat ik deze heb ontdekt bij Look Fantastic... gebruik ik ze wel vaker. Ik heb alleen heel snel dat wimpers tegen mijn glas hier aan zit. Want ik heb van mezelf al langer wimpers. En als ik een goede laag mascara op heb, gebeurt dat soms al. Dus ik hou niet heel erg van nepwimpers, maar deze wel. En soms is het ook gewoon mooier om een look mee af te maken, compleet te maken voor Pink It. Dus ik heb deze wel altijd op voorraad. Maar ik had ze nu al zo vaak gebruikt dat het tijd was om afscheid te nemen. Mijn favoriet is deze L'Oreal True Match Nude Plumping Tinted Serum. Het is een foundation serum-achtig. Ik weet niet echt hoe ik het moet uitleggen. Maar ik gebruik het als een foundation. Maar het heeft een hele lichte dekking. Maar het geeft zo'n mooie glow. En vooral als je een drogere huid hebt, is dat gewoon heel mooi. En sinds dat ik deze heb, gebruik ik bijna geen enkele andere foundation op. Die van Charlotte Tilbury, die nieuwste na.
Maar die gebruik ik alleen als ik echt heel veel dekking nodig heb. En verder is het alleen deze. Hij is leeg en ik heb er een nieuwe in gebruikt. En die gaat ook al snel. Dus dit is gewoon een product die ik opnieuw blijf kopen. Alleen, net hetzelfde als met het gezichtsmasker van L'Oréal. Deze kost in Nederland €24,95. En dat vind ik poepieduur. Voor zo'n flesje wat heel snel gaat. Dus ik bestel die ook bij Notino of Look Fantastic of bij de DM haal ik hem. Want dan is het gewoon een stuk goedkoper. Maar mocht je dus een beetje van een lichte dekking houden, een mooie glow en nog iets zoeken. Absoluut een aanrader. Van Ethos heb ik deze vitamine C 1000 milligram bruistabletten erin gedaan. Geen idee waarom. Ik gebruik dit regelmatig. Gewoon. Ik weet ook echt niet of dit helpt of dat dit echt iets is waarvan je zegt, nou Bianc, stop er maar mee. Want het doet toch, doet toch niks. Misschien dat jullie dat weten. Maar ik begin hier graag mijn dag mee. Glas water en daarna een glas met dit. Ook glas water met een bruistabletje. Ik dacht, ik doe hem er eens een keertje in. En misschien dat jullie tips hebben van, nou, die is prima. Of je kan beter die en die gebruiken. Want dan luister ik daar ook netjes naar. Mascara opgemaakt, namelijk de Queen Tarsi, de Royal Mascara Lengthening. De volumizing heb ik nog in gebruik. Ze heeft pas twee nieuwe mascara's toegevoegd aan het assortiment. Beide echt super. Heb ik ook een artikel over geschreven. Deze is gewoon op en toe aan vervanging. Dus deze gaat weg. En daar haal ik binnenkort ook weer een nieuwe van. Van Makeup Revolution heb ik een eyebrow pencil opgemaakt. Dit is de micro variant. Heel klein. Ja, hij is op. Maar goed. Daarmee teken ik graag mijn wenkbrauwhaartjes bij. Omdat ik gewoon niet zo heel veel heb. Is dat voor mij voldoende. Ik heb alleen deze opnieuw gekocht bij een webshop. En ik heb het verkeerde product gekregen. Dus ik moet heel veel wachten tot ik weer de nieuwe thuis heb. Maar dit is ook zo'n product, net zoals de foundation of tinted serum en zo, die ik steeds opnieuw blijf kopen. En daar valt dit eigenlijk ook onder. Het product, namelijk de Sephora Body Mist in de geur Manoy. En ik vond hem niet zo heel boeiend. Ik heb hem eigenlijk opgemaakt als roomspray. Was die ook niet heel boeiend voor. Ik heb deze vakantie een keer gekocht bij Sephora. En ik dacht, oh, ik ben bij Sephora, ik wil wat dingetjes kopen. Maar het moet ook niet te duur zijn. Dus had ik deze meegenomen. Ja, leuk. Maar niet echt een product die ik opnieuw zou kopen. En ik denk ook niet dat die meer in het assortiment zit. Maar ja, leuk om een keer te proberen. Was helaas alleen niet zo'n succes. En dit waren alweer de producten die wij hier in huis zoal hebben opgemaakt de afgelopen weken. Ik ga dit een beetje opruimen. En ik zet alle informatie nog in de omschrijving neer nogmaals. Kijk dat lekker op je gemak even. Want er staan ook linkjes bij waar je het eventueel kan kopen. Of waar je de reviews kan lezen. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal!